Hé, hey, ik kon toch niet zo onwild, hè? Zo, tot zo. Oh. De nachtmerrie van mijn leven. Succes en de groeten. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Familie en zaken, het kan heel goed gaan, maar het kan ook helemaal fout gaan. Claudia en Laurence waren niet alleen nichtjes, maar ook de dikste vriendinnen. Totdat de een de ander moest ontslaan. Want je moet je voorstellen dat ze echt alles samen deden. Dus samen werken, 's avonds nog bij elkaar op de koffie, vakanties, alles. Het was nog net geen Siamese tweeling, die twee. En dat is zo jammer dat dat om een financiële reden uit elkaar valt. Dus het gaat puur om geld. Oké, dat wordt dus nog een pittige klus vandaag. Zo. Hallo. Dat is even schrikken. Ik kom je even iets brengen, maar niet voor jou, maar voor Claudia. Oh, die is over een uurtje thuis. Maar hoe gaan we nou voor elkaar krijgen dat zij nog niet weet dat ik als verrassing hier sta? Nou, even wegmaken en dan zo maar weer terugkomen. Kan ik jou vertrouwen? Jij, mij kan je vertrouwen. Een van de weinigen hier. Hé, hey, ik kon toch niet zo onbeeld, zo, tot zo. Oh. Goed, we maken ons snel uit de voeten. Het link is natuurlijk dat Claudia's vriend haar toch al gaat inseinen. Maar we kunnen niet anders dan even afwachten en het opnieuw proberen. Poging 2. Zo, dat is even schrikken. Wat is dat dan? Nou dan, hi. Nou ja, zeg. Bert. Claudia, ik ga je iets laten zien. En dan kunnen we hier doen, ja. Of we kunnen binnen doen. Nou, kom maar binnen dan. Wij kiezen voor was binnen. Was dat op? Was je ook, kan ik helpen? Nee. Ik schuif er een stoeltje bij. Zo. Hé, hè? Ben je een beetje aan het bekomen van de schrik? Ik doe even mijn jas uit, want het is warm. Een klein beetje, maar zucht even rustig. Ga je eerst maar even iets geven en dan moet je daar je reactie maar even op geven. Oké. Okay. Mijn papiertje gewoon even opzij als je het goed vindt. Zo. Vertel. Ik heb heel lang met mijn broer samen stadsboeken gemaakt. Ja. En 5 jaar geleden kwam hij naar mij toe en hij zei een boek over Nederland. Al het moois, de 12 provinciën en alles wat wij kunnen. Een stukje verleden, heden en toekomst. Een heel mooi boek. En de nachtmerrie van mijn leven. Het heeft echt heel veel kapot gemaakt. Het heeft me echt 10, 20 jaar van mijn leven gekost. Ja. En dan ook nog een keer familie verloren. Ja, dat de hele kwestie heel gevoelig ligt bij Claudia, dat is wel meteen te merken. Maar dan nu naar Laurence. En dat schijnt dus wel vooral de boze partij te zijn. En die ooit zelfs gezegd heeft, als het ging over goedmaken, over mijn lijk. Dus dat kan nog spannend worden. Nou, ik heb het gevoel dat het hier of helemaal gaat lukken of helemaal gaat mislukken. Jannetje. Oh. Zo, hallo. Hallo. Dag. Dag. Ik heb iets bij me voor je. Wat leuk. Ja, verwacht iemand anders? Ja, mijn broertje komt een cadeautje brengen. Ja, nou, het is wel een cadeautje, maar het is niet je broertje. Nee, inderdaad. Ja, mag ik even binnenkomen? Natuurlijk. Dankjewel. Ik zit naar je gezicht te kijken, dat spreekt boekdelen. Ja, ik word er bloednerveus van. Zie je het? Nou ja, over boekdelen gesproken. Ja, nee, je mag van mij op het open haard. Bindi openmaken? Nee, ik weet welk boek het is. Maak hem toch even open als je wil. Hé, wat een schattig cadeau. Prachtig. Ja, ik zal het papiertje even opzij gooien. Prachtig, maar het kan wat jou betreft? Nee, het is een heel mooi boek. Ja? Daar heb ik met heel veel plezier en heel veel liefde heb ik daar heel hard aan gewerkt. Ja. Ja. Maar je kijkt er ook daar weer veel betekenend bij. Dat hart doet heel veel pijn. Ja, ja. Heeft hoop opgeleverd in negatieve zin. Ja. Ja. Wat heeft het opgeleverd? Niks, veel verdriet, pijn. Ja, maar ik zit hier natuurlijk niet voor niks. Hoe was jouw betrokkenheid ook alweer? Mijn nicht die heeft mij bij mijn vaste baan gevraagd of ik bij haar zou willen komen werken om het boek op te zetten. De inhoud van het boek, verkoop van het boek, ja. Opzet van personeel, bedrijf, het gehele bedrijf opzetten. Het boek is in 9 talen uitgebracht. Hij is 2 jaar geleden door premier Rutte in ontvangst genomen in het Koerhuis. Ik heb een Chinese delegatie over de vloer gehad. Die zei het boek moet in elke bibliotheek in China komen. En
Na een maand bleek dat de vertalingen niet klopten. De boeken die vertaald waren, onleesbaar waren. En eigenlijk doordat dit boek niet slaagde, want het bedrijf staat op rand van faillissement, ben ik ook mijn nichtje kwijt. Waar, Laurence, is het misgegaan? De boeken zijn verkeerd vertaald, dus het is, zakelijk is het misgegaan. Mm-hmm. En daardoor raakt het financieel het probleem op. Dat zag ik aankomen, dat wisten we allemaal. We zijn van op de hoogte, je zit er middenin, dus je bent niet gek. En tot op het moment dat ik werd gebeld dat mijn contract beëindigd werd. Ja. En dat was een telefoontje van jouw nicht? Van mijn nicht, ja. En dan komt er een financiële afwikkeling die niet prettig is. Maar als er niks meer is, dan salaris is betaald, vakantiegeld is betaald, maar dan krijgt iemand nog een maand mee. En dat was er gewoon niet. Want dat is een beetje het strijdpunt, begrijp ik. Ja. Jij zegt, ze heeft alles betaald gekregen. Alleen wat je normaal bij ontslag een maand meekrijgt, dat heb je niet kunnen dat doen. Dat is niet... Is ze daar boos om geworden? Ja. Dan wordt er beloofd nog geld te krijgen. Dat geld komt niet. Maar ik sta er wel alleen voor. Met twee kinderen. Er is niks meer in het bedrijf. Dus weet je, als ik zelf nou royaal geleefd had en niet dan het personeel betaald, dat is altijd het ergste wat er is. Maar dat was niet zo. Nee. Ik geloof heus wel dat het financieel slecht was. Mm-hmm. Maar 100 euro per maand had ze kunnen missen. Want anders kan je niet een nieuw café beginnen. Kan je niet nog andere dingen doen. En omdat het zo'n dichte familie is, weet ik dat het geld er wel is. Ja. Dus ga mij niet vertellen, het is er niet, als het er wel is. Ik heb het nog een keer geprobeerd, want ik wilde eerst uit eigen middelen een deel betalen. Maar dat is ook niet op te brengen. Dus moet ik ook reëel voor mezelf zijn van ja, wat ben ik nu aan het doen? En het financiële is wel het gedeelte. Is dat echt nu het punt nog? Of zeg nee, ik, dat punt zijn we al lang voorbij? Dat zijn we al lang voorbij. Ja, is het een kwestie van aftikken en dan is het klaar? Of is... Nee, dat gaat nooit meer goedkomen. Gaat het ook nooit meer nee, goedkomen? Nooit meer. Nooit meer? Nooit meer. Je hebt het boek nog niet opengehangen, dat kateboek waarschijnlijk uit je hoofd. Helemaal. Heb je nou echt een hele... Is het enorm een nare associatie als je het boek hebt? Of... Nou ja, heel dubbel. Want op een gegeven moment, als je ergens lang aanwezig bent en met zoveel enthousiasme, dan wordt het een soort kind. En als het boek alleen maar ellende brengt, dan... Ja. Dan is het heel dubbel. Dit ken je allemaal? Ja. We dachten, ach, laten we voor deze speciale dag. Oh. Wat zie jij op deze foto? Liefde. Ja. Zo was het dus. Ja. Jeetje. Ja. Deze zat er officieel niet in. Nee. Wie zie ik hier? Mijn nicht en ik samen op het strand. We deden alles samen, het weekendavonden, gezin, feestdagen, Pasen, vakanties. Er was niks wat ik zonder haar deed. Ja. Gaat niet gebeuren. De vraag is, die daaronder ligt is natuurlijk... ben je van twee kanten bereid om in ieder geval nog een serieuze poging te doen om te kijken of er een oplossing... Nooit meer. Oh, je onderbreekt me zelfs. Het spijt me. Nooit meer. Nee. Maar wat is dan de boodschap naar Claudia? Succes en de groeten. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Ik zit hier niet op eigen initiatief, maar je snapt al lang... Ja. Dat er zijn nog een paar mensen die dolgraag zouden willen dat er toch nog iets een beetje ten goede gekeerd wordt. Dus wil je me in ieder geval beloven dat je niet keihard nu nee zegt in mijn gezicht, maar als ik dit laat zien aan je, dan zeg nou ja, ik ga er op zijn minst, al is het maar een uur, even over nadenken. Ja, dat is goed. Ik neem de broers mee naar buiten, want de eerste limo is in aantocht. Goed jongens, de eerste limousine is langs geweest. Bij degene waarvan jullie nog het meest denken dat die wel in gaat stappen, jullie nicht Claudia. Is het gevoel nog steeds zo positief over Claudia? Ja, ik denk nog steeds dat Claudia wel instapt. Denk het aan. Ja. Ja. Kijk, wat mij een beetje verbaasd heeft en ook wel opgevallen is dat Claudia inderdaad wil wel dat het opgelost wordt, maar is ook wel weer overtuigd van haar eigen gelijk. Snap je wat ik bedoel? Typisch Claudia. Dus niet heel erg bereid om meteen te zeggen, ik heb een fout gemaakt en die wil ik graag goed maken. Dat gaan we vanavond oplossen, hopelijk. Dat hoop ik ook, dat we een beginnetje maken. In ieder geval, als eerst heb ik de limousine bij haar langs gestuurd en of ze ingestapt is, dat gaan we snel zien. Ja, spannend. Hij komt van die kant. Ik
Claudiatje. Hallo, lief schat. Oh. Nou, welkom. Hè? Lieve. Oh. Ach zo, ach zo. Wat gekke mannen. Nou, even je eerste reactie naar de beide broers toe. Ja, ze zijn gek en lief. En ja. Het was vooral jouw idee, hè? Absoluut. Nou, vertel maar even. Nou, ja, die chemie tussen ons allemaal was zo sterk. En het is gewoon zonde. Ja. Het leven is te kort om ruzie te maken. Met sommige dingen. Ik heb zoveel meegemaakt, weet je. En dan mag dit niet het punt zijn. Nee. Dus hopelijk dat Laurens er hetzelfde over denkt. Ja. Ik hoop het met jullie, maar jullie grootste zorg is, laten we eerlijk zijn, gewoon jullie, wat jullie zus gaat doen. Ja. En we gaan het zien, jongens. Het wordt, we gaan het zien. Kan ik met de hand op het hart zeggen, heel spannend. Toch wel enige nervositeit. Mijn hart hoopte van wel. En een beetje de persoon kennende had ik er wel een hard hoofd in. Nou, broers. Ja. Dit is fijn. Dit is het moment. Maar dit was wel een beetje verwacht natuurlijk. Jullie zus, Laurence, door jullie Lo genoemd. Ja. Ja. Ik heb met haar gepraat. Zij is er gewoon eigenlijk heel plat gezegd klaar mee. En goed klaar mee ook. Omdat zij zegt, ik ben ontslagen. Er was een afbetalingsregeling. Die is geloof ik 2 keer is dat gebeurd, maar daarna gewoon niet meer. Dus zij zegt echt van, er zijn dingen gebeurd die zijn niet goed te praten. We wisten dat de kans bestond dat ze niet zou komen. Dus ja, goed. Met de moed en wanhoop wachten we af. Zit er gewoon in, hoor. Ja. Ik hoopte zo dat Laurens erin zou zitten. En ik had wel een bepaalde woede die bij mij opkwam. Van stel je nou voor dat ze er niet in zou zitten. Hey, yes. Goed zo, Lootje. Ik zal maar niet een woord zeggen wat ik wil zeggen. Nou, ik ben wel blij dat je er bent. Nou, ik had alles vertrouwen in. Goed gedaan. Ik was gelijk opgelucht en dan valt er een enorme zware last van je af. En want nu is het niet meer aan mij of aan mijn tweelingbroer, nu is het aan hen om het goed te maken. Laurens, ik had de jongens eigenlijk een beetje voorbereid dat je niet zou instappen. Ja. En de kans toen ik bij je wegging was heel groot dat je het ook niet zou doen. Dus wil je mij en hun en iedereen uitleggen waarom je nou hier staat? Voor mijn broers. Nou, dat is lief. Ja, dat is het. Ja, voor je broers. Ja. En ondanks wat? Ondanks het gevoel wat het met zich meebrengt. Ja. Maar je wist en je weet dat je het risico bijna loopt, zou ik zeggen, in jouw geval, dat jouw nicht Claudia dezelfde beslissing neemt dat hij hier is. Ja. We gaan daar het beste van maken. Ja? Ja. Dan ga ik je mee naar binnen nemen. Kom op. Ja, maar eerst. Claudiatje. We hebben zoveel meegemaakt samen, lieverd. Kan toch niet? Wie had het ooit kunnen denken dat we dit nodig moeten hebben? We hoeven hier alles van A tot Z te bespreken, maar wat geeft jou enige hoop dat we in ieder geval de goede richting weer uitgaan. Wat is voor jou belangrijk? Open en eerlijk zijn. Ja. Snap je dan wat Laurence bedoelt? In zakelijk gezien ben ik zo lang doorgegaan inderdaad. Ja, had ik eerder moeten stoppen. Het is er echt niet. En ik moet nog heel hard werken om ooit uit ellende te komen waar ik nu in zit. Als ik het ooit red, de rest van mijn leven. Dat snap ik. Ik snap heel veel. Maar ik vraag altijd een open en eerlijkheid. En had dat dan ook toen gedaan. Het feit dat jullie hier staan is, jij wil graag. En mag ik eruit opmaken in ieder geval dat je het een kans geeft? Absoluut. Blij mee? Heel blij, dank je.